Voetballen, buiten spelen en fietsen. Normaal pauzeactiviteiten, maar op basisschool de ontdekkingsreis niet. Hier kunnen kinderen zelf hun dagprogramma maken en dus ook zelf bepalen wat ze die dag willen leren of doen. Een school met een bijzondere missie. Wij werken vanuit liefde, vrijheid en verbinding. Dat zijn de sleutelwoorden van ons onderwijs. En kinderen die zich daarin herkennen en ouders die zich daarin herkennen, die vinden hier een hele fijne plek. Een van die leerlingen is Dex. Hij veranderde van school omdat de werkwijze van de ontdekkingsreis hem erg aansprak. Hij vertelt over hoe hij zijn dag begint. En dan gaan we beginnen met het logboek. Dat gaan we invullen. En dan gaan we doen wat er op het logboek staat. En dan, als het 10 uur pauze is geweest, dan mag je zelf weten wat je gaat doen. Toen Dex net op de ontdekkingsreis kwam, toen had hij een ontzettende behoefte om zijn ervaringen van zich af te zetten. Nu heeft hij de eerste paar maanden eigenlijk vooral geknutseld en in het bos gelopen. En toen dacht hij van, hoe moet dat met zijn cijfers komen? Maar je merkt dat hij nu op een gegeven moment is klaar. Heeft hij dat achter zich gelaten, heeft hij aan zijn behoefte voldaan. En nu is hij heerlijk bezig met spellen, rekenen en alle leuke dingen. En daar heeft hij nu plezier in. Onze ervaring is dat kinderen de dag zelf indelen en doordat ze daarin zelf een keuze hebben, zijn ze bezig met dat wat ze leuk en belangrijk vinden. En dat heeft te maken met heel veel verschillende aspecten van het zijn, van het leven eigenlijk. En dat is wat we zien dat ze doen. Dus ze zijn eigenlijk de hele dag druk bezig. Rekenen en spelling, ja, dat doe je allemaal wel gewoon, maar op een hele andere manier toch. Niet dat je aan een tafel zit. Wel aan een tafel, maar niet zo'n tafeltje als in een gewone klas. Zit op de bank bijvoorbeeld. Wij kijken naar de potentie van een kind en spreken een kind daar ook op aan. Er zijn ook diverse toetsmomenten. We maken onder andere gebruik van de CITO-eindtoets. En dat geeft heel duidelijk het niveau weer waar kinderen naartoe gaan. Tot nu toe zijn er 5 kinderen overgestapt naar het middelbaar onderwijs. En wat wij terug hebben gehoord van de kinderen en van de leerkrachten is dat die overstap prima is verlopen. Het sloot helemaal perfect aan. En ik ben springer bovenuit bij wiskunde. Dat gaat heel goed. En ik miste ontdekkingsreis wel, vooral de indeling. En ze zijn hier gewoon wat strenger met de regels. Dus je moet toch hier nog wat minder vrijheid hebben hier. Ik denk dat de ontdekkingsreis mijn kind zodanig toerust dat hij straks eigenlijk extra bagage heeft, meer dan op een reguliere school, om het aan te kunnen in de wijde wereld. Ik vind deze school heel erg leuk, omdat je veel vrijheid hebt op deze school. Nou, hoe vaak ik al gezegd heb sinds hij hier zit van, oh, als dit vroeger toch had bestaan, wat was ik hier gelukkig geweest. Oh, dit gun je ieder kind.